Vanmiddag stelde Antwerpen zijn nieuwe trainer voor, Jimmy Floyd Hasselbaink. De ex-topspits moet de Great Old naar nieuwe successen loodsen. Ten eerste, dank u wel om mij deze kans te geven. Onder grote persbelangstelling wordt de nieuwe Antwerp-trainer voorgesteld, Jimmy Floyd Hasselbaink. Ex-Chelsea, ex-Atletico Madrid, ex-Oranje en nu gewoon trainer in de Belgische tweede klasse. Ik heb er hartstikke veel zin in, ik kan niet wachten voor de eerste training. Er is heel veel werk te doen, maar ik zie er heel erg naar uit. Waarom heb je voor deze club gekozen? De potentie. Slapende reus. Oudste club in België. Hasselbaink wil promoveren met Antwerp en laat hij in het midden of dat dit seizoen de ambitie is. Het is zijn debuut als trainer. Op de persconferentie is hij alvast goed laks en kort op de bal. De druk is altijd groot. Dat heb ik altijd gehad in mijn hele carrière. Het is wat je doet met de druk en hoe je ermee omgaat. Dus het is aan jullie om het een beetje af te nemen. Ik denk dat ik als trainer heel veel met mijn spelers zal praten en heel veel vertrouwen zal geven. Nou, je bent een offensieve coach, heb ik iedereen het horen zeggen. Ja, ik wil zoveel mogelijk aanvallend voetbal spelen. Nou, of dat altijd kan, weet ik niet, maar ik ga dat wel proberen in ieder geval. De flamboyante Nederlander tekende een contract tot het einde van het seizoen. Zijn komst is grotendeels te danken aan Saïf Roubi, de nieuwe partner van Antwerp. Was hij volgens jou ook haalbaar zonder Saïf Roubi? Ja, tuurlijk. Zeker en vast. Maar goed, het is nu op een andere manier gegaan. Het is iets gemakkelijker voor ons gegaan, omdat Saïf hem kende. Anders hadden we misschien nooit aan gedacht aan hem. Maar goed, dat zijn dingen die we dankzij Saïf nu wel kunnen doen. Dus voor ons is dat zeker en vast een positief iets. Er gaan nog meerdere dingen komen. We staan nog op stapel, maar goed, stap voor stap zeg ik altijd. De eerste werkdag voor Hasselbaink is 17 juni, de eerste training.